Jasmin, vandaag had je examen. Hoe ging die vandaag? Ik had vandaag examen biologie en het ging wel oké, hoop ik. Ik weet het niet zo goed, maar ja, ik heb mijn best gedaan, dus ik hoop dat het een 5,5 is geworden. Nou, vandaag had je wedstrijd in Wageningen. Jouw trainer was er niet bij. Hoe heeft dat, hoe was dat voor jou? Ja, mijn trainer was er helaas niet bij. Dat vind ik wel heel erg jammer. Maar ik heb natuurlijk gewoon contact met hem gehad via de telefoon en ik heb met hem gebeld. Dus dat is wel heel fijn. Dat ik daar gewoon mijn tactiek en zo heb kunnen doorspreken. En vandaag ging je voor het limiet voor het EK. Hoe ging dat? Ik heb een halve seconde boven het limiet gelopen, helaas. Maar Anna heeft het limiet wel gehaald. Supergoed, ik ben heel trots op haar. Maar ja, het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen, dus ik hoop dat het de volgende keer wel lukt. En dat is in Ordegem? Ja, volgende week in Ordegem ga ik het nog een keer proberen. En wat gaan we dan beter doen? Goed slapen, want de examens hielp natuurlijk ook niet heel erg bij. En ja, even nog goed trainen op de eindspurt denk ik en dan moet het wel goed komen. Nou, in ieder geval proficiat met PR en succes met de poging. Heel erg bedankt. 10